VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel heeft de regering gevraagd bij te dragen aan de voeding van COFAP-studenten die in het internaat verblijven. Het gaat veelal om studenten die vanuit de districten komen. Ze betalen maandelijks 1000 SAD aan huur, echter is er geen voeding inbegrepen. In het pakket zijn er slechts stroom, water, wifi, een koelkast en een gemeenschappelijke keuken opgenomen. Als COFAP moet inkomen met voeding, zal dat ervoor zorgen dat de huurprijs verhoogd wordt voor de studenten. De directeur benadrukte dat als je het omrekent, dat dat 33,30 SRD is per dag en dat krijg je nergens. Dus ze gaf aan dat als er calamiteiten zijn en studenten onverhoopt niet kunnen zorgen voor hun eigen voeding, dat de keuken beschikbaar is. Ik bedoel, dat kan ze van voorzien. Erbij vermelden dat als voeding erbij zou moeten komen, dat 2250 per maand erbij zou betekenen. Dat wil zeggen 3250 SRD per maand. En natuurlijk kunnen de studenten dat niet opbrengen. Dus correctie dat het is gebracht op de manier waarop het is gebracht. Het is niet zoals het is gebracht. En vanuit het parlement, misschien kijkend naar de minister van Volksgezondheid, SOSAVO, die zie ik niet. Maar misschien een oproep dat we misschien kunnen kijken van hoe we de studenten kunnen opvangen voor voeding. Iedereen heeft het moeilijk en we moeten kijken hoe we die studenten opvangen met voeding. Dank u wel, voorzitter. Dijksteel wijst erop dat door de economische situatie in het land de studenten niet zelf voor hun voeding kunnen zorgen. Ze hoopte dat de overheid mogelijkheden bekijkt om deze groep studenten tegemoet te komen.